Vandaag herdenken wij degenen die voor uw en mijn vrijheid hebben gestreden en daarvoor de hoogste prijs hebben betaald, namelijk hun leven. We gedenken en eren ze als helden. Maar laten we vooral niet vergeten, het waren vaak heel gewone mannen en vrouwen, soms nog jongens en meisjes. Het waren gewone mensen, net zoals u en ik, die heldendaden verrichten. Of het waren mensen die slachtoffer werden van een verschrikkelijk regime dat van gewone mensen zoals u en ik moordenaars maakte. Niet eerder in de naoorlogse tijd zijn wij het afgelopen jaar zo indringend geconfronteerd met wat vrijheid betekent. Of wat preciezer gezegd, wat het betekent als je van bovenaf, door bijvoorbeeld de minister of door de gezaghebber, wordt beperkt in die vrijheid. De strijd tegen het coronavirus is door sommigen wel eens vergeleken met het voeren van een oorlog tegen een onzichtbare vijand. De pandemie is geen oorlog, maar het vergt wel een strijd. Een strijd van ons allemaal. Om te winnen en levens te redden van ouderen en kwetsbaren, hoeven we niet eens heldendaden te verrichten. Toch heb ik de afgelopen maanden om mij heen mensen horen klagen over de gesloten winkels, het samenscholingsverbod en andere voorzorgsmaatregelen. Dat zegt heel veel over onszelf. We zijn vrijheid een vanzelfsprekendheid gaan vinden. En als we iets van die vrijheid tijdelijk moeten opgeven, wat in geen duizend jaar te vergelijken is met een oorlogssituatie, dan vinden wij onszelf een slachtoffer. Dat is, dames en heren, de spiegel die COVID-19 ons tegenwoordig voorhoudt. Het zal niet lang, heel lang duren of we kunnen, dankzij onder andere het vaccin, weer onze volle vrijheid weer gaan genieten. Als we niet uitkijken, hebben we dat binnen de kortste keren weer een vanzelfsprekendheid. En hebben we dus niets geleerd. Niets geleerd van al die gewone mensen die tijdens de oorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Daarom zeg ik, we doen er goed aan om vaker stil te staan bij onze vrijheid. En niet alleen op 4 mei. En laten we ook vaker stilstaan bij mensen elders in de wereld die in een land leven waar echte oorlog heerst. Want ook onze vrijheid is niet aankomen waaien. Vorig jaar stonden we hier ook in een klein comité om bij elkaar en met elkaar 75 jaar vrijheid te herdenken. Ik sprak toen tegen enkele de hoop uit dat we dit jaar bij de herdenking weer onder normale omstandigheden zouden kunnen staan en de beperkingen niet de impact zouden hebben zoals we nu nog meemaken. Ook vandaag herdenken we in een klein gezelschap op een aangepaste manier slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de oorlogssituaties en vredesmissies. Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema. Het thema voor dit jaar is het fundament van de vrijheid. Vrijheid, wat is dat eigenlijk? Betekent vrijheid dat je kunt gaan en staan waar je wilt? Dat je kunt denken en zeggen wat je wilt? Ieder heeft denk ik zo zijn eigen beeld van vrijheid. Tijdens deze coronapandemie is des te meer duidelijk geworden dat vrijheid kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is. Als ik kijk naar het fundament van vrijheid in deze crisis, dan rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van regeringen, de burgemeesters en de gezaghebbers. Zij moesten met zware maatregelen ingrijpen op het fundament van de vrijheid dat we allemaal zo koesteren. Zij hebben besluiten moeten nemen die drastisch ingrepen op vrijheden die we vandaag de dag als gewoon en vanzelfsprekend beschouwen. Beperkingen van vrijheid die slechts in onveilige en uitzonderlijke situaties geoorloofd zijn. Beperkingen van vrijheid van alle mensen in onze samenleving, in het belang van de eigen veiligheid en de gezondheid, maar ook om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Beperkingen van de vrijheid om ervoor te zorgen dat alle mensen in onze samenleving de zorg krijgen die ze nodig hebben. Soms ervaren wij de maatregelen die de gezagsdragers tijdens deze periode treffen niet als prettig. Komen ze ons niet uit, begrijpen wij ze niet en voelt het als een beperking van de vrijheid die wij niet willen accepteren. Toch moeten wij deze maatregelen respecteren en opvolgen,
ook al begrijpen we dat niet altijd. Gelijktijdig is het belangrijk ons te realiseren dat we in een maatschappij leven waarin ook de gezagsdragers gecontroleerd worden. Zij worden gecontroleerd door de Eerste, door de Tweede Kamer, door de gemeenteraden, door de eilandsraden. En ook dat is een fundament van vrijheid dat erg belangrijk is. Dat wij met elkaar van mening kunnen en mogen verschillen. En met elkaar in vrijheid kunnen discussiëren over de noodzaak van het ingrijpen. Misschien, en ik spreek die hoop dan toch maar uit, leren we tijdens deze coronaperiode nu weer opnieuw te waarderen welke vrijheid we eigenlijk met elkaar hadden. Laten we nu, juist nu, voor elkaar en met elkaar er zijn. Laten we ons realiseren dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. We moeten daar met elkaar aan blijven werken. Laten we samen herdenken in verbondenheid, ieder met zijn herinneringen en gedachten.